Nieuwe video Yolo Gaming IAG. En ik heb net iets raars gezien toen ik op mijn spel ging met de Dragons. En trouwens, het is EU-server. En ging ik op mijn spel en was er een update. Ik heb die update gedaan, maar het duurde maar 10 seconden. En toen had ik een. Toen ik dan in de armoede keek, zag ik dat er iets was veranderd. Er waren niet zo van die armors. Veel mensen weten niet waarom. En we denken dat het een glitch is. Het is wel heel raar, want dit is een EU-server. En normaal in een EU-server heb je deze armors nog niet. Alleen in Global. Kijk wat ze zeggen als ik hierop druk. The item of this set could not be located. It might return in a future event. Dat is een keer raar, mensen. Ik denk dat het gewoon 100% glitch is. Kijk de berichten van mijn groep. Kijk, ik zal eens van het begin tonen. Kijk, is this a glitch or is it this next season? Ze vragen, is this a glitch of... Is het een glitch of is het volgende season? Global. Ja, global. Nee, dat kan niet nu. Dan zei ik nee, het is zoals het starten als een global. En dan zei Dark Knight, het kan een glitch zijn. Zie je al die foto's hier? En dan zei Kill, 100% glitch. Hij zegt, it's never all for the server. If this EU, you'll be one shooting six lol. Never, you never know. If it starts like global, then raid bosses will be so strong that you take 10 of 3 slow. Ja, this season is not yet. So, my question is now, is this mijn vraag is dit nu een glitch? Of niet? Want iedereen vindt het heel raar dat het ineens er zo is. Ik vind het wel heel raar. Want de armors zijn ook natuurlijk 1000 keren sterker. Die doen hier 4700 af en een normaal goede armor de 2000 minimum af. En soms 1400. Dus dat is wel heel raar. Want deze armors zijn normaal van Global. Ik kreeg er eigenlijk wel rillingen van. En ik heb een nieuwe armor, mensen, zoals jullie hebben gezien. De Spiked Metal. Echt kijk hoe. Ik zit me gewoon de hele tijd die vraag te stellen. Is het nu een glitch of niet? Ik wil dat echt even weten. Is het dan een glitch van? Ik weet niet, eens kijken of er nog ergens anders een glitch is. Nee. Dat is allemaal normaal. Bij nieuws ook niet. Of Firewall Cleo Raid, dat is van net nieuw. Maar deze bos is ook al heel raar. Die heb ik ook nog nergens gezien hier in de EU-server. Nu ben ik ook al vriend. Nog iets nieuws, Arena. Nee. Als jullie het weten, zeg het zeker in de comments beneden. Want ik wil echt het weten. Ik zit er echt in mijn hoofd in. Sorry. Wat moet ik nu doen? Ik hoop dat Gree deze glitch wegdoet. Ik hoop toch, want ik vind Global echt stom. En dat hij ons wel iets geeft hoor. Zo, gems of zo, of iets. Ik weet niet hoor. Maar de armors zien er wel heel cool uit. Kijk, want dat is ook helemaal anders. Als je hierop drukt, dan krijg je dit hier.
Als je bij ons op drukt, heb je dit hier. Dat is wel raar. Oké, mensen, ik ga het hierbij laten. Met deze stomme glitch. Denk ik ook. Ja, dag mensen. Informeer me zeker in de comment section. En dan zie ik jullie waarschijnlijk bij een nieuwe video. Dag.